Oké, ik heb al mijn steekjes opgenomen aan de schuine kant van mijn breiwerk. Nu kom ik aan de onderkant uit, waar ik die opzet heb gemaakt. Dat gaat iets anders in zijn werk. Bij mij is mijn eerste lus heel groot geworden, dat geeft niet. De hele lus die sla ik eigenlijk over. En ik ga nu hier insteken. Door de camera focussen. Onder in mijn V'tje. Dan heb ik eigenlijk twee lusjes waar ik onderdoor steek. Insteken en ophalen. En zo ga ik elke steek langs. Dus die volgende, dat is een V'tje die heel klein is geworden. Daar steek ik hem in. Onder allebei die lussen door. En dan haal ik hem op. Onderin het V'tje. Twee lusjes. En ophalen. Zo krijg ik een heel mooi naadloos randje. Zoals je ziet aan de zijkant hier, dat zijn best grote lussen. Dat maakt niet uit. Dat trekt straks allemaal weg als je gaat breien. Dus zo ga je elke steek langs. Steeds onderin in zo'n V.